culturele reis die we geboekt hebben bij reisorganisatie Kras brengt ons dit keer in zowel Spanje als ook Portugal. We gaan van Madrid naar Lissabon. Met een vertraging van een uur vanwege een passagier die niet aan boord is gegaan, zijn we dan toch vertrokken. We tellen vandaag 24 maart 2015. De reis zal ons alle hoogtepunten laten zien in de vele mooie steden en dorpjes die we gaan bezoeken. Om 9:30 precies wordt het vliegtuig op de luchthaven van Madrid veilig aan de grond gezet. We zijn in Spanje. In afwachting van onze bagage maken we meteen al kennis met Carla, onze gids van deze reis. Het wordt tijd voor een ontmoeting met de stad Madrid. Met de bus maken we eerst een stadstour. Bij het enorme bouwwerk van de Plaza de Torres Las Ventas bewandelen we op eigen gelegenheid het complex. De bouw van dit stadion begon in 1920. Tot die tijd vonden de stierengevechten, ofwel corridors, plaats in de Carretera de Aragon Arena. Vanwege de populariteit van het zien van stierengevechten werd een groter stadion gebouwd. De oude arena uit 1874 werd in 1929 vervangen door Las Ventas. We rijden richting het nieuwe Madrid. We maken eerst nog een korte stop bij het overbekende voetbalstadion van Real Madrid, het Santiago de Bernabéu. Naast de immens hoge gebouwen die we zien, zijn de Kio-torens, die zijn gebouwd onder een hoek van 15 graden, absoluut een blikvanger. We passeren de monumentale Plaza de Colón, de Puerta de Alcalá en het monument voor de slachtoffers van de aanslag in 2004 op een trein. En dat geeft kippenvel. Vanaf de Plaza de Oriente bij het Nationaal Paleis gaan we onder begeleiding van lokale gids Bibi en Carla de stad Madrid te voet verkennen. Onderweg zien we al veel moois, maar we kijken echt uit naar het bekendste plein van Madrid. De Plaza Mayor, dat zich met de prachtige zuilengalerijen tot een van de mooiste pleinen van Spanje mag rekenen. De rest van de middag kunnen we naar eigen inzicht indelen. En al snel waaiert de hele groep uit. De magen zullen ook gevuld moeten worden. We zijn inmiddels al zo'n 13 uur in touw. Met die magen komt het wel goed in de overdekte markt van Mercado de San Miguel. Via de Cal Major komen we op de Puerta del Sol. Hier zien we ook het symbool van de stad. Het 4 meter hoge beeld van Orso y Madrono, ofwel de bier- en de aardbeienboom. Weer terug op de Cal Major lopen we nu richting de kathedraal van Almeida, met aangrenzend het Koninklijk Paleis van Madrid. Het huidige paleis dateert uit de 18e eeuw, maar al in de 9e eeuw stond op deze plek een paleis. Het was destijds een fort in de tijd van het islamitische koninkrijk Toledo. Dit paleis is een van de grootste van Europa. Je verwacht het niet zo snel in een Spaanse stad. Maar in het Parc del Oeste staat sinds 1972 een heuse Egyptische tempel uit de 3e eeuw voor Christus, de Tempel van Debod. Op de Plaza de España sluiten we onze wandeling door Madrid
ludiek af bij het monument voor schrijver Miguel de Cervantes met zijn overbekende Don Quixote. Madrid is zeker een stad om wat langer te verblijven.